Goedemorgen lieve mensen, dit is Lumeria met het weekend weerbericht zouden we zeggen, maar dat is niet zo, het energiebericht. We hebben volle maan. Het is om 4:37, dus de nacht van vrijdag op zaterdag, om 4:37 is het volle maan. Ik hoorde van een week ook al dat de maan ontzettend oranje was. Ik kon het gisteren niet zien. En gisteren is woensdag op donderdagnacht. Want er waren allemaal wolken. Nou, ik woon in het noorden en er waren wolken. Jammer dan. Dus ik hoop dat zaterdag of zondag de maan wel te zien is. Leg je stenen buiten. Als het regent moet je stenen niet naar buiten leggen die niet tegen water kunnen. Seleniet, lapis vindt het ook niet zo heel fijn. Maar andere stenen kan je gerust even buiten neerleggen. En zeker als het regent en dan in de volle maan en dan laden ze helemaal weer op. Het is zaterdag de 24e en 72-9-dag. En dat betekent dat we hebben die balansdag gehad. We zitten in die 70-cyclus. Dus onze inspiratie, ons geestelijk vermogen, dat wordt geactiveerd en gestimuleerd. En dat is ook de bedoeling dat we daarin actief zijn. Dus wat kan jij deze zaterdag gaan doen waardoor jij iets leert? Ik heb toevallig komende zaterdag zomerdag en dan gaan we ook genieten van de lieve mensen om mij heen en dat wij samen mogen zijn. Dat is misschien wel dit weekend ook heel belangrijk, dat je ook je bewuster van wordt dat je samen mag zijn met andere mensen zonder dat daar nu nog ernstige beperkingen voor zijn. Die komen er snel genoeg weer aan. En ja, dan kunnen we maar beter genieten van die tijd die wij ongedwongen en zorgeloos eventjes samen mogen beleven. Voor de zaterdag heb ik gekozen voor een hematietsteen. Een hematiet is een metaalachtige steen en deze helpt heel goed tegen straling. Het absorbeert de straling van de wifi bijvoorbeeld, van de televisie, van ook heftige Schumann-resonantie. Dat absorbeert hij en hij transformeert het tot betere energie. Het is dus, als je een onderzoek met radiografische stralen hebt gehad, dan is het ook heel goed om een MRI of een CT-scan of een röntgenfoto. Draag dan even 1 of 2 dagen een hematiet met bergkristal bij je, zodat die energie in balans kan worden gebracht. Volle maan. Dit weekend, het hele weekend is volle maan. Dus de steen is ook mooi. Is donker van kleur van de nacht. Het is niet echt een maansteen, maar ik vind de hematiet wel heel mooi bij de volle maan passen. We zullen eens even in mijn boekje kijken. De fluisteringen van de stenen. En dan ga ik hem opzoeken, want hij staat in. Hematiet. Zo, kijk, dit boekje. Fluisteringen van de stenen. En ik heb hier de regenbooghematiet. Als je nou denkt, die vind ik mooi en die ga ik bestellen op de webshop. Helaas, ik kan hem gewoon op dit moment niet krijgen. We gaan ook in de komende maanden zien dat heel veel spullen gewoon duur worden omdat ze moeilijk leverbaar zijn. Dus hij is prachtig, hij is er niet. Wel de zo eentje en dan in de normale hematiet. Hematiet vertelt ons, ik kan mijn weg vinden vrij van ego. Mijn leven is krachtig en beschermd. Nu kan ik vrij de weg vinden en ben een spiegel voor mijn omgeving. Leg me in een plek waar negatieve straling is en ik transformeer het tot licht. Ik laat je via mijn spiegel zien wat jij nu nog niet kan waarnemen. Ik neem je mee op reis naar de diepe gronden en hemelse velden. Deze steen is verbonden met de godin Freya, hele, dappere godin. Hij is werkzaam op het stuitchakra en op het aardechakra 15 centimeter in de grond. Misschien is het wel heel goed om het moeder aarde meditatie even te doen. Dat kan je vinden op mijn YouTube kanaal en onder de playlist. Want er staan echt 800 en meer filmpjes op mijn YouTube kanaal. Dus je kan een playlist even selecteren
Dit is de playlist met positieve berichten. Dan heb ik ook een playlist met meditaties en ondersteunende berichten. Daar vind je ook de Moeder Aarde meditatie. Nou, dan gaan we verder met de zondag. Zondag is ook nog die volle maan energie. En dat is een 73-10-1 dag. En als je de 37, en dan heb je de 73 omgedraaid, dan ga je pionieren. Dan ga je op zoek naar alles wat nieuw is, wat goed is. En met die 73 heb je al heel veel geleerd, gevonden. Je hebt heel veel dingen uitgedacht. En dit is zo'n dag, als je de tijd voor jezelf neemt, dat je die creatieve krachten om kan zetten naar die inspiratie om kan zetten naar creatieve krachten. En welke steen helpt je erbij? Dat is de bruine goudsteen. Hij is ook door mensenhanden gemaakt. Je hebt blauwe goudsteen en je hebt bruine goudsteen. En dit is bruin en er zitten goudkleurige spikkeltjes in. De blauwe is ook heel mooi. Dan heb je ook weer dag en nacht. De blauwe goudsteen en de bruine goudsteen. Hier zie je allemaal mooie goudsteenproducten. Wat zegt de bruine goudsteen? Vroeger werd de goudsteen door Italiaanse monniken gemaakt. Tegenwoordig zijn het Chinese lieve mensen. Bruine goudsteen, ik breng het gouden licht voor jou naar de aarde. Ik geef je inspiratie en laat je dromen van alle wensen die waar worden. Laat mij je kracht en vertrouwen zijn en je de sterren sprankelingen geven die jou licht geven in de duistere weg van het leven. Je dromen komen als een gouden weg voor je, duidelijk in jouw vizier. Ik laat je oude wijsheid, wijze kennis weer beleven, zodat je deze tot je mag nemen en gebruiken mag in jouw dagelijkse energie. Paul de Venetiaan is verbonden met deze mooie steen. En hij is verbonden met je zonnevlechtchakra, want allemaal mooie gouden spikkeltjes. Paul de Venetiaan was een hele mooie kunstenaar. Vandaag kan je ook bewust gaan kijken wat jij in je omgeving, in je huis, mooi vindt. Wat is er nou mooi aan hoe jij je huis hebt ingericht? Wees je daar maar eens bewust van. En dan ook dankbaar voor alles wat om je heen ligt, staat, hangt of zit. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Geniet van de volle maan. Je kan wat vermoeider zijn. Dat is altijd zo met volle maan en nieuwe maan. Dan is de energie wat beperkter. Vindt het filmpje leuk of niet leuk? Deel het. Je mag het delen. En ik wens je een hele mooie dag. Dag lieve mensen.